helemaal overrompeld met die vragen. Zeg, ineens vraagt hij om te trouwen. Ja, ik heb niet direct ja gezegd en nu is ze kwaad. Dat is wel flauw, eigenlijk. Nee, dat is normaal. Ik heb niet het juiste antwoord gegeven. Ik zou ook zo gereageerd hebben in haar plaats. Verstaat het toch? Ik weet wel dat jij moet stoppen met mij te helpen. Waarom? Wat zeg je nu? Omdat er anders helemaal geen relatie meer mogelijk is tussen u en Marianne. Ik zou trouwens willen dat je me nu alleen liet. Rosa, wacht eens. Rosa, alstublieft. Het is belangrijk. Wat is belangrijk? Er is in heel deze affaire maar één schuldige en dat ben ik. Marianne is ervan overtuigd dat wij samen iets hebben. Dus is er maar één manier om haar te stoppen en dat is dat ik hier verhuis. Jean-Pierre? Nee, niks te maken. Nee. Dat is de enige manier, Rosa, om Marianne te doen inzien dat ze verkeerd bezig is. Ik wil niet dat je weggaat. Ik wil dat niet. Jean-Pierre, ik kan het nu niet alleen. Ik heb uw steun nodig. Ik kan uw steun niet missen. Allee, Werner. Denk jij nu serieus aan trouwen? Jij die altijd zo op je vrijheid gesteld bent. Mens verandert, hè. Alleen stommeriken blijven heel hun leven hetzelfde. Kan ik echt mijn oren niet geloven, hè. Is dat nu omdat Valérie u onder druk zet? Nee, natuurlijk niet. Of voor iemand denk je dat Valérie wel is? Ik weet niet. Als mensen jarenlang met elkaar zijn, hè, dat is normaal, dat er over trouwen wordt gesproken. Maar dat is iets tussen Valérie en mij. Huh? Zal ik je nu eens één ding zeggen? En je gaat luisteren, hè, of dat je nu wilt of niet. Nou, zeg het dan, hè. Jij mag van mij, hè, doen en laten wat je wilt, hè. Er is maar één ding dat je niet mag doen. En dat is voor je eigen goed dat ik dat zeg, Sa Werner. Dat is je zo laten beïnvloeden. Jij moet gewoon je eigen gedacht volgen, je eigen ding doen. Hè? En dat is eigenlijk niet trouwen. En zeker niet met Valérie. Valérie die wil alleen maar je in je vrijheid beknotten. Weet je wat voor iemand dat is eigenlijk? He, dat is dat zo'n soort vrouw dat geen vent nodig heeft, maar een hond. Een hond met zijn tong uit zijn bakjes. He, die overal achter haar aanloopt. En dat is wat ze van u probeert te maken. Rosa, ik begrijp je niet. Echt waar. Nee. Ik moet hier weg. Dat is de enige manier om uw zaak te redden. En zelfs dat is niet zeker. Wat? Nee. Allee. Eerst wilde me niet vertellen dat je een aangetekende brief hebt gekregen. En nu wilde me nog tegenhouden ook. Ja, Jean-Pierre, dat is zo. Maar alleen... Alleen wat? Allee, is er nog iets anders dat je mij op die manier wilt duidelijk maken? Ja, maar zeg het dan. Rosa, jij bent toch niet meer verliefd op mij, hè? Zeg eens eerlijk, is dat? Huh? Nee, tuurlijk niet. Maar het is inderdaad nog iets anders, ja. Iets dat ik u eigenlijk niet wou zeggen. Ja, wat is dat dan? Huh? Ik heb nog een andere brief gekregen, buiten die recommandé. Ik moet morgen vroeg naar de vrederechter. De vrederechter? Waarom in godsnaam? Omdat Marianne mij hier direct buiten wilt. Ze heeft aan de vrederechter een uitdrijvingsbevel gevraagd. Juri, heb jij gisteravond nog iets gehoord van Senne en Marie? Ja, ik heb ze gehoord. Ah, ik ben ervan wakker geworden. Ik sliep al. Het was vrij laat. Ja. Dan gaan wij niet meer wachten met eten, hè. Nee, zeg. Tegen dat tijd wij toen een nest zijn, liet ik erin komen. Kom aan. Ja. Koffie? Ja, is goed. Oh, shit. Wat is het? Weer een factuur. Dat stopt verdomme niet.
grondbelastingen. Zo misschien valt het wel mee, hè? Ja, hier meevallen. 23.000 frank. Valt mee, hè? Grondbelasting. What the fuck zijn grondbelastingen? Hey, Rosa. Hey. Beetje kunnen slapen? Ik heb geen ochtend gedaan. Oei. Eerst, kom. Drink jij eens een kopje koffie. Dat zal je goed doen. Ik twijfel dat, maar baat het niet, dan schaadt het niet. Eerst, dan kijk ik ervan op. Ik heb... zitten denken... Ik kan het nog altijd niet geloven. Dat Marianne je het huis uit wil. Ik wist dat wij nooit vriendinnen zouden worden, maar... Ik dacht, als ik uit haar buurt blijf, laat ze mij wel gerust. Ja. Maar in haar gedacht zijt jij niet uit haar buurt gebleven. In haar gedacht heb jij mij aan uw naak geslagen. Ik wist dat ze... Dat... Als ze iets zou vinden om mij de duivel aan te doen, dat ze het echt niet zou laten. Echt niet. Maar dat ze zo ver gaat als nu. Ik had dat nooit gedacht. Ja. Kan ik me voorstellen. Maar, weet je, Rosa, de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Hm. Jawel, Jean-Pierre. Nu wel. Ze heeft mij in haar tang en ze laat mij niet meer los. Ja. Allee, Rosa, wat is dat nu voor een houding? Zo ken ik u niet. Vergeet niet, ik ben er ook nog, hè. Dus ik weet niet hoe lief dat je dat zegt, maar... Ik heb geen energie niet meer, Jean-Pierre. Ik heb geen fut niet meer. Ik kan gewoon niet meer. Ze pakt mij het enige af dat ik heb. Dat is goed. Oké. Ze heeft gewonnen. Definitief. Allee, allee, dat meen je toch niet? En je kapsalon dan? Dat is voorbij. Als je dan. Rosa, kom aan, zeg. Daarnaast, dat kun je toch niet doen? Allee, je kunt toch ergens anders beginnen? Er staan hier in het dorp op zijn minst 3, 4 winkelhuizen te huren. Ergens anders beginnen? Huh? Jean-Pierre, heb jij daar nog maar een idee van? Wat ik hier allemaal heb geïnvesteerd, al die jaren, jaar in, jaar uit, dag in, dag uit, van 's morgens tot 's avonds en altijd helemaal alleen. En dan zo, ergens anders opnieuw beginnen, zo. Zo. Ik zou wel een job zoeken waar ik niet meer moet nadenken. Kijk, wat maakt u nu zo zeker dat Marianne gelijk gaat krijgen van die vrederechter? Die vrederechter gaat mij niet eens zien. Hoezo? Jean-Pierre, zei jij nu echt zo naïef? Marianne, haar vader was rechter. Die kent iedereen aan die balie van dat ze zo klein is. Als dat tot een proces komt, dan maak ik geen schijn van kans. Dat wint Marianne. Dat gun ik hem niet. Hey, wat kan ik doen? Iedereen verwittigen. Klanten, leveranciers. Eva. Ik moet Eva ontslagen. Allee, jong. 23.000 frank, waar gaan wij dat halen? Ja, ze. Nu weten we waar dat mijn centjes van de telemarketing naartoe gaan. Hè? Nee, Juri, nee, we hadden afgesproken dat dat geld ging zijn voor uw studies. Ja, oké, okay, maar deze is inderdaad wel een beetje dringender. Als je belastingen niet betaalt, dan krijg je er nog een boter bovenop. Ja, maar toch. Jij moet aan uw toekomst denken en ik wil dat jij verder studeert. Ja, oké, maak je niet ongerust. Ik zal niet stoppen met studeren. Hè? Goedemorgen. Morgen. Ah. Amai, wat een smile. Ik krijg er kopijn van. En? Heb je geamuseerd deze nacht? Amai, het zal niet zijn. Rosa, ik begrijp dat je ten einde raad bent, maar je mag het niet opgeven. Dat is zo het stomste wat je kunt doen op dit moment.
Ik red mij wel. Niet als je niet bereid bent voor je eigen op te komen. Eva. Eva, dat kindervader is dood. De moeder is weg. Ze hebben geen auto om pijlen van te maken. Nu heeft ze ook geen werk. En dat is door mijn schuld. Hey. Het gaat om u, hè. Niet om Eva. Trouwens, Eva is jong. Die kan nog alle kanten op. Maar jij hebt een zaak, hé. Hey. Klanten, verantwoordelijkheid. Jij kunt het niet opgeven. Trouwens, als jij voor je eigen opkomt, dan moet je Eva misschien niet op straat zetten. Nee. Echt, het was heel plezant. Maar ik moest wel zeggen tegen Senne, nu gaan we naar huis. Anders zaten we waarschijnlijk nog altijd. Ja. Hè? Zeg, maar je komt wel goed overeen, hè? Ja. Ja, allee, ja, ik vind hem wel een heel toffe gast, eigenlijk. Ja. Ja. Allee, dat is dan heel goed voor u, maar... Allee, vertel maar verder, zeg maar, ik moet weg. Ah, jezus. Oh, allee, maar lees, zeg maar een keer gerust. Ja, ik doe toch niks verkeerd? Maar... Ik zeg gewoon goeiedag. Ja, ik moet weg, zeg ik. Ja. Spijtig, want ik had graag mijn boterham mee opgegeten. Ja. Dan ga jij in het vervolg toch vroeger moeten opstaan. Maar Marie hier zou graag met mijn boterham kunnen opeten. Die vinden we een heel toffe gast, heeft ze juist gezegd. Hey. Kom eens. Wat jij niet mocht vergeten, hè. Dat is dat je hier niet alleen woont. Ik ben nu een huurder. Ik woon hier ook. Hè. En ik laat mij hier niet zomaar uit dit huis zetten. En zeker niet door Marianne. Wat ga je dan doen? Marianne gaat over lijken. Als er iemand is die dat weet, dan zet je het. Ik zou in ieder geval toch nog maar even wachten om dat... al uw klanten te verwittigen en af te zeggen. Jean-Pierre. Marianne die krijgt altijd haar goesting. Altijd. Dat is zo. En weet hoe dat komt? Omdat die er zelfs niet bij nadenkt dat ze misschien haar goesting eens niet krijgt. Ja. Dat soort mensen, dat zijn bulldozers. Ja, maar... die walsen alles plat en ik ga daar echt niet onder liggen. Maar Rosa, laat me nu eens uitspreken, alsjeblieft. Als jij zo bezig bent, dan zeg je bijna even erg als Marianne. Dank u. Van uw vrienden moet het hebben. Ja. En daarom ga jij nu naar mij luisteren. Jij vergeet één ding. En dat is dat Marianne, juridisch gezien, geen poot heeft om op te staan. En dat is het enige waar die vrederechter rekening mee houdt. Dat gullen elkaar niet kunt uitstaan, dat interesseert die mens niet. Ook niet als het toevallig een hele goede kennis van Marianne is? Jij hebt hier een zaak, Rosa. Een kapsalon. Dat wil zeggen dat jij een handelshuur hebt. En Marianne kan u hier zomaar niet buiten gooien. En als jij mij niet gelooft, dan neem je maar een advocaat. Die zal u niet alleen hetzelfde zeggen, maar die zal ook nog uw belangen verdedigen. En jij gelooft dat? Ja, ik geloof dat. En ik geloof dat niet alleen. Ik weet dat. Voor 100%. Wat ik niet kan geloven, dat is dat jij zo gelaten bent. Dat ligt toch niet in uw aard? Vroeger niet, nee. Dat heb je nog nooit zo gezien. Hé. Ik wil niet dat jij morgen of overmorgen of volgende week, als je terug tot je positieve komt, hè, spijt hebt als je al je klanten kwijt bent omdat je ze hebt afgebeld. Ik vind het zo lief dat jij me wilt helpen. Hè? Is toch het minste wat ik voor u kan doen, hè? Jij hebt mij toch ook altijd door dik en dun verdedigd? Ik dacht soms dat ik dat vergeten was. Hè? Allee, droog dat uit. Eva. Isabel. Wat nieuws om u hier te zien. Is het eerlijk gezegd wel de laatste die ik hier had verwacht? Ja. Ja, eigenlijk wou ik komen vragen of jij vandaag ook geen werk had voor mij. Oh, wat is daar plots zo dringend aan? We hadden toch pas volgende week afgesproken? Ik was trouwens al van plan om een professionele kuisvrouw in dienst te nemen. Oh, Isabel, we hebben echt heel dringend geld nodig. Maar allee, de grondbelastingen zijn binnen en wij komen er niet alleen...
En ik dacht... Dat je nog een keer van mijn goedheid zou kunnen profiteren, zeker. Hè? Maar ik ben goed gezien vandaag. Je kunt beginnen. Merci. Je bent toch wel laag gevallen, hè? Van model tot kuisvrouw. Precies, als een poester. Als je maar niet denkt dat hier een prins gaat binnenkomen, natuurlijk. Ik heb geen prins nodig. Ik heb werk nodig. Begin maar met de schminkkamer. Ja. Die nog toast? Nee, ik pak wel een gewone boterham. Mannekes, mannekes, mannekes. Fantastisch nieuws, hè. Hallo. Jenny mag onmiddellijk al naar huis komen vandaag. Maar fantastisch, Drema. Is dat nu niet een beetje vroeg? Ja, maar ik heb beloofd dat ik heel goed voor haar zou zorgen. Hè. En vermits ik zelf toch ook, meneer dokter, ben. Ja. Vond de specialist dat goed. Trouwens, hij zal wel al gesnopen hebben zeker dat, dat Jenny een hekel heeft aan ziekenhuizen en dat ze daarom soms een heel moeilijke, maar dan ook een heel moeilijke patiënt kan zijn. Hè. Maar dat is echt goed nieuws, joh. Ja, hè? Ja, maar je zult daar toch nog een klein beetje in het oog moeten houden, hè, Dre? Ah, ik zal een beetje meer bij haar moeten blijven. Hè. Was het alleen maar om haar te verplichten van het kalmpjes aan te doen. Ik ken daar een beetje. En maak je maar geen zorgen, ik neem zo lang de patiënten wel op. Serieus? Ja. Meen je dat? Natuurlijk. Mocht op je twee oren slapen ze. Ah, maar dat is vriendelijk. Bedankt. Heel opluchting, hè. Goed, dan ben ik nu weg, maar ze zal al staan trappelen, hè, Jenny. Je kent dat. Tot ziens, hè. Dag. Ja. Ah, hier ze, Veronique. Je hebt even tijd, precies. Ja, wij hadden afgesproken dat we het nog eens over Tenerife gingen hebben, hè. Ja, Tenerife. Ja, maar ik heb ook nog heel belangrijk nieuws over onze Werner en Valerie. Ik denk wel dat u zal interesseren. Nu gaan we de patiënten van de Dreder weer bijpakken. Heb je daar een probleem mee? Niet op het juiste moment. Ja, Dre is een collega van mij, dus doe dat voor hem. Hij heeft dat voor mij trouwens ook al gedaan, maar dat zult jij je niet herinneren. Jawel. Dus je moet deze morgen gaan werken. Ja, ik heb nog een uur. Ik kan nu Julie klaarmaken. Ze. Ja, kun je haar mee naar beneden brengen? Waarom? Ik heb een verrassing voor u. Ik heb vandaag liever geen verrassingen, Werner. Als je iets voor mij wilt doen, maak het eens tijd voor mij. Dan kunnen we spreken. Wat voor groot nieuws is dat dan wel over Valerie en Werner? Ja, dat zal ik u zelf eens wel vertellen. Maar ik wil u eigenlijk eerst eens iets vragen. Ah? Ja, hoe dat op Tenerife geweest is. Op Tenerife? Heel goed, hè? Iedereen heeft daar heel goed gewerkt en we zijn allemaal heel tevreden teruggekomen. Ja, maar ja. Dat klinkt misschien raar, hè, maar hetgeen dat er eventueel op Tenerife zou kunnen gebeurd zijn, is van groot belang voor mijn nieuws. En ja, toch de manier waarop we dat zullen interpreteren. Hè. Veronique, ik wist wel dat jij geen simpel waard, hè, maar nu versta ik er helemaal niks meer van. Wat wil je weten van op Tenerife? Over Werner, zeker? Ja. Ja, die heeft heel goed gewerkt, samen met Fania. En ze kwamen ook tamelijk goed overeen. En ook na het werk zo? Ja, ook na het werk. Ik geloof zelfs dat ze een paar keer samen zijn uitgeweest. Hey, dag papa. Wauw, zeg, wat een look. Ik vind het goed. Oeh, flashy. Ja. Wanneer heb je dat gedaan? Het is goed, hè? Flashy girl. Zeg, heb jij mij gisteren niet gezien? Gisteren gezien? Nee, man. Nee? Allee, papa, ik ben u toch gepasseerd in die zwarte Porsche? Zwarte Porsche? Die zot? Die een nozele zot die me dat bijna over mijn tenen reed? Zat ik in die auto? Ik zat in die auto, ja. En dat die bijna over je tenen reed, dat was omdat jij niet aan het opletten waard. Waar blijkbaar diep in gedachten verzonken, hè? Diep in gedachten verzonken, slecht gezien, ja. Ik was onderweg naar hier, van bij Marianne. Oei, oei, dat klinkt serieus. Zeg je dat wel, ja? Het ging toch niet over thuis hier? Allee, wat heeft ze gezegd? Wat denkt je? Het is niet waar. Het is niet waar. En kun je niet wat meer herinneren? Nee, Veronique, echt niet. Ja, gewoon dat ze goed overeenkwamen, gelijk ik al gezegd heb. Maar ja, zeg, ik heb dat ook niet zo in doog gehouden. Zo. Er gebeurt wel eens meer iets op zo'n shooting, hè? Ja, dat versta ik wel.
Maar ze waren dan toch wel veel samen, hè, onze Werner en Fanja. Ja, maar die is veel. En waarom wilde jij dat nu per se weten? Hè? Je maakt me curieus. Ja, daar is niks aan uit te leggen. Het is gewoon, ik wil weten of dan ze Werner en Fanja een relatie hebben. Veronique, als dat zo is, dan is dat wel Werner zijn zaak, hè, en niet die van u. Toch wel. Ja, maar nee, als die iets samen hebben, dan kan dat huwelijk tussen Werner en Valérie toch niet doorgaan. En vind jij van wel? Wacht eens even. Eva, wilde jij deze namiddag komen verder doen? Want ik heb iets dringends te bespreken nu met Veronique. Ah, oh ja, oké. Merci, ja. Ah, Eva. Ik zie dat jij nog model waart. En ja, zo na de dood van Pierre, hè? Ja, nee. Nee, ik kom hier kuisen. Voor. Gisteren vraagt Marianne mij nog of ik geen zin had om bij Verkamme te komen werken. Serieus, meende je dat? Maar ja, ik meende. Enfin, toen ik wist wat ze van plan was, heb ik geweigerd natuurlijk. Maar allee, waar is die nu toch mee bezig? Ik snap haar niet meer, hoor. Nou, troost u. Je bent niet de enige. Goh. Zeg, en heb je ook gezegd waarom dat je weigerde? Ik heb haar nog maar eens gezegd dat jij en Rosa geen relatie hebt. Maar dat wil ze dus nog altijd niet geloven. En ik heb haar ook gezegd dat je dat niet doet, iemand zomaar uit zijn huis zetten. Mm. En zeker niet als je die persoon zijn broodwinning afpakt. Kom aan. Mm. En wat heeft ze erop geantwoord? Dat was waarschijnlijk haar bedoeling, hè. En ik dacht dat ik haar aan het denken gezet had. Ik ken dat gevoel. Blijkbaar dringt er niemand nog door tot verstand van Marianne. Wat gaat Rosa nu doen? Rosa doet raar. Een beetje depressief. Hè. Ze is niet echt opgewassen tegen heel de situatie. Maak me wat zorgen over haar. Zeg, maar jij gaat dat hier toch niet bij laten, hè? Nee. Wees gerust. Ik ga doen wat ik kan. Hè. Ik heb al zitten broeien over plannetjes, maar ik denk dat ik een idee heb. Hè. Ah, kan ik iets doen? Dat is lief, Marie, dat is lief. Maar is dat wel wijs? Maar ja, ik wil zeggen, voorlopig ben jij de enige die nog geen ruzie heeft met Marianne. Als jij je nu ook gaat moeien, dan weet ik niet wat de gevolgen gaan zijn. Ik ben niet bang voor Marianne, hoor. En daarbij, ik vind dat ze te ver is gegaan. Iemand zomaar uit zijn huis, dat doet je niet. Je vindt het dus wel interessant wat ik te zeggen heb. Werner en Valérie die gaan dus echt trouwen, of wat? Ja, ik ben niet echt zeker, hè? Toch niet voor 100%. Maar... Ja, je weet het dus eigenlijk niet. Jawel. Allee, ja, in die zin dat Valérie onze Werner gevraagd heeft om met haar te trouwen. Oeh, zij aan hem? Ja. Valérie heeft dan Werner gevraagd om te trouwen en niet omgekeerd. Ja, dat is erg, hè? maar Werner heeft dus nog geen ja gezegd. Nee. En ik heb de indruk dat hem serieus twijfelt. Dus ik dacht, ja, hij en Fanja, misschien is er wel iets gebeurd, hè, op Tenerife.